Gabriel Koulasi, nieuwe aanwinst van Helmond Sport. Ja, je komt over van FC Utrecht. Uh, waarom heb je voor deze stap gekozen? Uh, nou, allereerst uh, tijdens het gesprek met de trainer uh, heb ik gemerkt dat de ambities van de club uh, best wel ja, mooi zijn. En ik hoop dat uh, we die kunnen bewerkstelligen. En uh, ja. ja, voor de mensen die jou nog niet kennen, wat voor type speler ben je? Uh, ik ben een best wel felle verdediger. Ik probeer ook uh, vaak mee te gaan in de aanval en uh, gebruik te maken van mijn snelheid. Ja, wat, zijn dat ook echt jouw kwaliteiten? Ja. Ja, Helmond Sport is uh, ambitieus, zoals je zegt, voor volgend seizoen. Ze dus willen graag de play-offs bereiken. Uh, wat zijn jouw eigen ambities hier bij Helmond Sport? Mijn eigen ambities. Allereerst om de ambities van Helmond te bereiken. En dan uh, ja, weet je niet wat er gebeurt. Maar uh, ja, sowieso ontwikkelen als speler. En uh, dan uh, weet je niet wat, uh, wat er gebeurt. Ja, want welke ambities hebben ze jou, tegen jou uitgesproken? Eerste acht halen. Eerste. En, uh... Ja, want uh, je hebt nu al behoorlijk wat ervaring in de keukenkampioen-divisie, bijna 100 duels gespeeld. Neem je deze ervaring ook mee in je spel op het veld? Ja, zeker. Ik merk ook dat uh, door die ervaring kan ik uh, steeds meer slimmere beslissingen maken in het veld. Dus weet ik ook uh, door de situaties die ik al heb meegemaakt uh, ja, wat ik moet doen. Ja, en op welke manier kunnen de supporters dit terugzien? Ik denk uh, sowieso in het aanvallende spel, dat ik uh, steeds meer momenten pak om uh, ja, naar voren te gaan en uh, beslissend te zijn. Ja, een aantal jaar geleden heb je bij de selectie van het Nederlands elftal onder 18 gezeten. Samen met je toekomstig ploeggenoot Martijn Kaars. Ja. Hoe is het om hem volgend jaar weer terug te zien? Ja, leuk, uh, ik had altijd wel een goede connectie met Martijn. Ook op de trainingen was het altijd wel leuk. Uh, ja. Dus uh, mooi. Hoeveel assists ga je geven op Martijn? Zoveel mogelijk, dus 10. Uh, Tien, hou ik je aan. Ja. <laughs> Bedankt.